Van harte welkom bij Dave en Patje, de voetbalpodcast van AZ van Antwerpen. Ja, Pat. Wij klappen toch niet over voetbal? Nee, inderdaad, correctie. De voetbalpodcast over alles wat plezant is, vooral in de derde helft. Zo goed. Perfect, Dave. Voilà. Dag, Pat. Hey, Dave. We zijn helemaal terug. Podcast. We hebben een week op apengapen gelegen, maar we zijn terug in full force. Mooi t-shirt trouwens. World Tour 1979. Is dat zo original? Of 78. Want bij de H&M kunnen jong gasten dat ook tegenwoordig kopen. Dat ja, dat, dit om komt, zo wat een trendy rocker te zijn. Hè? Dit heb ik op een site gevonden vanuit Engeland. En dat kostte dan €20. En als ik het dan toegekregen heb, was het ongeveer €60. Want er kwam nog een stax bij. En, dus, is van de band? Nu, ik denk dat het was van een bandsite. Nee, maar welke band? Van Halen. Van Halen met een Eddie. Ja. En wat jij zegt trouwens, je weet, groot een Tottenham fan. Af en toe laat ik mij verleiden, dan krijg ik een e-mail van de club. Hey, dear member, je kunt weer rommel aanschaffen die je niet nodig hebt. Tegen 30% korting. Dan trap ik er toch weer in. En dan met die Brexit komen de douanekosten. Ja. Waanzinnig, hè? Niet normaal. Die mannen, jongen, voor een bedrag van €100, wat moest ik betalen? €34 of zo. Extra, ja. Nooit meer. Onwaarschijnlijk. Toch triestig, hè? Erg is dat. Zwart. We hebben gastenpad. Jij mocht ze voorstellen. Ja, de eerste die dat er is, die hebben we de vorige keer al gehad. Dat begint zo een traditie te worden. De Seba. Seba Rodrigue. Van Engen, ja, van een Beerschot. En aan mijn linkerzijde, de journalist, misschien wel de beste van de Gazet van Antwerpen, ja, de toch, Diederik. Toch een van de Diederik Grijpen. Minzame jonge man ook. Alsjeblieft. Je past aan tafel hier wel, want hier is what you see is what you get. Je moet er niet afkomen met streken en achter de rug en dit en dat. Dat, nee, dat, aan, dat, pak, dat pakken wij niet. Dat pakken we niet, Pat. En dan hebben we de Robben er ook natuurlijk ook nog bij, mogen niet. Maar even kort, Seba, je zat er de vorige keer bij. We hebben klachten gehad. Oei. Ja. Kwamen hier vier uit de kluiten gewassen kleerkasten aan de deur staan met brandende fakkels, met een nekspoiler. En die zei van, het waren in gebroken Spaans, het waren maten van Raúl Bravo. En die zei van, waar zit die Seba hier? We gaan die niet aanraken, maar we komen gewoon eens klappen. Wel tof. Nee, het was fantastisch. Heb jij zelf goede reacties gehad? Ik heb heel goede reacties. Ik had dat niet verwacht, eerlijk gezegd. Ja, voor mij was dat ook de eerste keer dat ik zo'n podcast deed. Dus als materiaalman. Als materiaalman van Beerschot. Dus dat was even, ja, een beetje wat zoeken. Maar ik voelde mij direct thuis met jullie. En dat was echt heel leuk. En ik zie het, reacties die de dag nadien had ik dat zo wat verteld. En zei, ja, hè, je zult vooral wat gebrabbeld hebben. En een week later kreeg echt enorm goede reacties. Ook van mensen waar ik het totaal niet van verwacht had. Van wie dan? Onze sportief manager Georgie. Davy de Smit. De sportief manager van de jeugd. Ex-voetballer van de club. Ex-voetballer van de club. Allee, het zijn zo toch twee mensen heel belangrijk in de club. En dat je daar een compliment van krijgt, is dat wel. Ook van Hollanders? Ook van, ja, van Dirk Kuyt en van Dirk Geesen. Ja, ook. Ik had nooit niet verwacht dat. Dat Dirk Kuyt echt heel tof. Doe maar de groeten, want misschien zit Dirk nu in zijn wagen met een worstenbroodje, whatever. Dirk Kuyt, de groeten van Seba. Maar we gaan ooit eens. Hij is een hele goede vriend van Rico Verhoeven. En ik heb hem eens een keer voor de grap gevraagd. Ik zeg, jawel, dan kunnen we eens een keer. Want ik heb vroeger ook thaibox gedaan en zo. Ik zeg, dan kunnen we eens met elkaar. En hij heeft gezegd, ja, ooit gaan we eens. Ja, maar gewoon voor plezier. Ah, okay, voor okay. Plezier, hè. Ja. Dus bij deze nodig ik hem eens een keer uit. Die zal hier niet met een fakkel moeten opduiken. Maar hij is toch wel sportief. Allee, hij is nog wel heel. Ja. Diederik Grijpen, journalist, hebben we al verteld, mm-hmm. van GVA. Onder andere in het leven, want hij doet nog zoveel meer. Is dat voor u ook even een retraite dag, week geweest in het interbellum tussen regulier en wat komt? Ja, toch wel. Maar eigenlijk is op verlof. Eigenlijk elke interlandbreek is dat wel een beetje zo. Omdat ik volg Antwerpen en KV Mechelen, maar de Rode Duivels eigenlijk gewoon, ja, zoals een voetbalfan die zou volgen.
Dus dan is het voor mij altijd wel, zijn het altijd wel twee kalmere weken in het seizoen. En gelukkig zijn er wel zo'n paar periodes, want ja, doorheen de competitie zijn het wel drukke weken, ook met Europese matchen, bekermatchen. Antwerpen heeft een lang parcours erop zitten, met ook nog die volgende matchen voor de Champions League en een lang bekerparcours. Dus dat is altijd wel fijn om eens uit te blazen. Ja. Mag ik meteen eens iets in de groep gooien? Jij hebt ons net geïnterviewd, mm-hmm. eigenlijk. Het is nu vrijdagochtend en dat komt morgen, denk ik, ja. in de krant, GVA. We hebben heel veel gebabbeld over de play-offs, heel veel stellingen en zo. Stel u voor, als Antwerpen de beker wint, beïnvloedt dat het parcours van Van Bommel verder bij de club of niet, Pat? Een beetje teaser naar het stuk van Diederik. Wat denk jij? Als hem dan moet kiezen. Wat heb ik gezegd? Ja, zeg nu iets totaal anders dan. Ik begin dementie te krijgen, hè, Dave, dat weet. Nee, ik denk, het kan alle kanten uit. Maar het zal zo, iedereen denkt dat Van Bommel weggaat. Maar als hij inderdaad een beker wint. En misschien ook nog wel de voorronde van de Champions League. Want ik denk dat de tweede plaats ook nog wel binnen handbereik ligt. Dan zou de kans groot zijn dat hij weggaat. Maar de kans is ook wel groot dat hij misschien wel blijft. Ja, maar dan kan hij wel, als hij toch zou vertrekken, dan kan hij voor het leven lang, komt hij binnen en is hij Mr. Antwerp. Of een van de. Dan heb je een poort. Dat is een legend, hè? Ja, dan, dat is eigenlijk een super legend. Hè, ja. Als je, want in het voetbal kan het heel rap verkeren zijn, Wijsman ooit. Hè? Dat gaat zeer rap, hè. Mensen onthouden ook altijd het laatste. Hè? En dat is zo vervelend, vind ik altijd. Hè? Ja. Alles passeert zo vluchtig en dan zit toch het einde zit dan in het geheugen. Stel dat het dan, stel dat het toch zou misgaan volgend in een derde seizoen. En het komt tot een ontslag, ja, dan gaan mensen toch altijd denken van ja, maar hij is wel ontslagen geweest. Terwijl, ja, maar iedereen, we mogen toch niet vergeten wat hij gedaan heeft, verwezenlijkt heeft met de club. De artikel dat morgen in de krant komt, was de moeilijke bevalling, want je hebt het al uitgeschreven natuurlijk. Altijd met jullie, hè. Zwoegen en zweten. Wat stond er op het rapport vroeger? Ja, ik was... waarschijnlijk net als u, een babbelaar. Dus, ik heb ooit, dat was eerste communie moesten doen, moesten we gaan oefenen in de kerk. En daar had ik zoveel aan het babbelen geweest, dat ze mijn leraar mij gepakt heeft bij mijn kraag en bij mijn broek. En heb ik anderhalf uur achteraan in de kerk op mijn knieën moeten zitten. En in school is mijn mond, dat ik tijdens de speeltijd buiten kwam, dat mijn mond helemaal dichtgeplakt was met tape. En dat mijn oudere kozijn, onze Eddy, die na 3 jaar hoger zat, die heeft dat eraf getrokken. Dus ja. Altijd babbelbabbel. Ik moest 500 keer stilte schrijven. Echt is waar. Echt? Echt in het lager onderwijs. Met meneer Van Hout, ik zal die nooit niet vergeten. En wij waren die regelmatig aan het uitlachen. Meneer Van Hout, potje zout, potje vet, 2 patata niet verkeerd. En hij Seba! Seba! Naar hier komen, 500 keer stilte. Hup, 500. Hé, hey, dat was de moeite, zijn man. Maar ik had ook hetzelfde probleem als de Pat. Ja, ik ook. Stond erbij altijd goed gewerkt. En dat was goed bedoeld. En dat was altijd goed bedoeld, want je wou zoveel vertellen en zoveel dingen vertellen, maar op den duur. Hadden jullie ook de truc van als je zo de passie vond van de leerkracht en als je die erover kon laten vertellen, dan was hij een uur vertrokken en hadden geen les. Ja. Dat lukte elke week. Ja. Ja. Maar dat pakte niet bij iedereen, hè? Nee, absoluut. Je had leerkrachten die echt, die waren geprogrammeerd, die waren echt. Nee, maar dan had je er vanaf dat je iets zei. Echt ook zo in de voetbalzaal. Nou, als je een leraar had die iets of wat, dat konden wel. Maar dan was die les voorbij. Dat was zalig. We doen even een rondje rond de tafel van een meest memorabel moment, je hebt er alleen verteld, met een leerkracht. In een one-on-one, een soort van represaille in de les, er gebeurt iets, whatever. Heb je zo een herinnering? Ik zal beginnen. Ja. Ik ben ooit eens beland op een school van heel veel van richting moeten veranderen. En plots zat ik op een school met allemaal zo wel bengels, belhamels. En er was een leerkracht en die was een beetje te heet gewassen in de machine, die was wat gekrompen. En ze noemden die een whisky als bijnaam. Een hobbit. Ja, voilà. En ze hebben die nooit effectief, twee van de straffere gasten, hebben die nooit letterlijk met zijn collega aan de kapstok gehangen. Nee. Ja, even. Dus dat was eigenlijk een beetje vernederend. Hè. Moeten we zeker niet doen. Don't do this at home. Maar dat was wel straf. Jullie zoiets?
Eentje vanuit de lagere school dat ik me wel altijd herinner. Het is niet echt een jeugdtrauma, maar toch een verhaal dat mij altijd is bijgebleven. Ik moest tegen de muur gaan staan, gestraft. Hè, aan zo'n typisch klimrek in de turnzaal. Iedereen kent dat wel, hè. Met van die latten. En we vonden dat, ik denk dat we stonden daar met een paar jonge gasten aan dat rek. En we vonden er niet beter op van er natuurlijk op te klimmen. Want wat moet je anders doen als je daar 10 minuten gestraft bent. En ik weet nog dat ik tot boven klom en dat rek loskwam. En ik ben toen helemaal achterover gevallen. En als jonge gast, zo'n rek was wel imposant natuurlijk. En dat is me altijd bijgeleerd. Dat ik toen helemaal met dat rek op mij achterover ben gevallen. Fuck jongens, heb je dat niet intensive care of zo? Nee, dat je kunt wel tegen een stootje, denk ik. Maar dat was misschien een soort van karma. Hè, als je niet het luisteren moet voelen. Ongelooflijk. Is er trouwens nog wat... Zijn er nog dingen? Want je hebt hier een half uur zitten vertellen over Raoul Bravo. Je zei tegen ons, je hebt er 3 podcasts voor nodig. Was er nog iets dat er nog aan toegevoegd moest worden? Dat je nog niet, Raoul Bravo? Dat je nog niet verteld had? Oh, ik heb er... Ja. Ja, er zijn er zoveel van Raoul Bravo, maar... Ik zou graag eerst even aan school willen vertellen. Doe maar. Ja, doe maar. Dus bij mij in school, dat was in het eerste middelbaar. Ik had altijd een maat, Juan Palomo. Dat was een van mijn beste maten. En dat was, ik weet niet wat dat er in ons hoofd, maar wij moesten elke middag, hadden we 1:10 speeltijd. En dan zaten we met wie altijd in het toilet. Wij moesten, grote boodschappen gaan doen. Maar dat was altijd met een verhaal, want dat waren toen toiletten, zonder zo tegen elkaar. In die tijd waren ze wat prefab-toiletten eigenlijk. En dan zaten wij er 1 uur in en dan babbelen met elkaar. En dat was onze middag altijd. Ik weet niet, wat ik er nu terug aan denk. Ja, sigaretje roken en zo, je kent dat. Dat was echt zo. En dan babbelen en ontlachen. En op een gegeven moment... Mijn maat, Juan, die weet niet beter, die is dan met een alumeur aan het spelen. Die is shotter. Nee, dat is Juan Palomo. Nee, dat was Juan Lozano. Je zat ook trouwens tijdens een tactiek van Ivic. Zat hij vaak op pot bij... Ja. Trouwens, die is op het kiel, denk ik, Juan Lozano. Op de Tier. Dat is nu een shoppingcenter. Ja. Daar is hij toen naar school gegaan. Maar we wijken af. Ja, we wijken af, inderdaad. En Ines, ik zeg, maar wat is dat hier allemaal? Zo echt ineens een walm van rook. Ik zeg, wat is dat? Dus die net, per ongeluk met ons spelen, die wc-rol gewoon in brand, zeg. Maar je weet, in zo'n kleine ruimte, dat was in één keer. Dus wij liepen daar met ons broek naar beneden, echt ontloopt. Ja, wij dachten, dat schiet hier in brand. En wij gaan naar buiten, de directeur, allee, alarm, bam, bam, heel de school, gevacueerd. Heel de school. En ik zo tegen Juan, ik zeg, amai, mijn voeten, wat hebben wij hier gedaan? Dus wat gebeurt er? Wij moesten alle twee naar de directrice komen, of de directeur, ik weet niet meer. Bravo kwam binnen. Bravo kwam binnen, met zijn NSL, met zijn Mercedes. Just uit Griekenland. Wij moesten dat gewoon uitleggen. Hè. Wat is er gebeurd? Wat is er? Wij in een tijd... Je kunt dat niet mee nu vergelijken. Vroeger kreeg je kletsen of een saflet op je gezicht. Maar dat was geen mishandeling, dat was een opvoeding. Dat was gewoon zo. Dat waren jaren 80, dat was normaal. Dus ik had al schrik dat ik dat thuis ging vertellen. Ja, dan kreeg ik er... Nog slappe bij, maar dat was normaal. Daar zag ik mijn vader niet minder voor graag. Onze opvoeding was gewoon zo. Dus ik zeg tegen Juan, in Spaans dan, ik zeg, wij moeten hier iets gaan ineensteken. Ik zeg, want dat komt hier niet goed. Echt, die wc inbrandt, dat was echt verschrikkelijk. Ik zeg, weet je wat, we gaan gewoon zeggen, hier zijn gewoon 2 buitenlanders, of weet ik veel, binnengekomen. En wij zagen dat. En ja, per toeval, want normaal moesten wij in de refter zitten, maar wij zaten altijd in het toilet. Ik zeg, per toeval zagen wij die en... Oké, dus wij dat verhaal gaan vertellen. Wij 2 Spanjaarden. 2 Spanjaarden. Hè? Dan zeggen wij 2 buitenlanders. We waren zelf 2 buitenlanders. En op een gegeven moment zegt een directeur, oké, zei hem, ik heb hier 2-3 keften, allemaal met schoolkinderen. En dan moet je helpen mij zeggen wie dat was. Achelen. We hebben echt heel de namiddag boeken zitten kijken, met foto's. En niet gevonden. Allee, uiteindelijk...
Gewoon omdat we daar, kregen we een straf, maar dat was gewoon, we mochten daar niet zijn. We moesten op de speelplaats en kregen we 2 weken strafstudie. Maar dan hebben we het wel even, daar kregen we, daar had ik wel even schrik. Ongelooflijk. Dat was even, ongelooflijk. Terug naar het voetbal. Gaan jullie ook stijgen, Seba? Een Beerschot, ziet er wel goed uit, hè? Het ziet er heel goed uit. Ik zie het, we hebben alles in eigen handen. We hebben nu een jong Genk. Dus normaal gezien zouden we daar tegen moeten winnen, maar ik zie het. Normaal gezien. Antwerps voetbal, dat is never the easy way. Nee. Er zit nooit geen logica in bij ons. Ik zie het, we hebben dat varske meegemaakt op Standaard, jong. Er ook in op Standaard in Luik en dan konden we zelfs tot 6 punten uitlopen. Ja. En dat is toen niet gelukt. Maar ik zeg, normaal hebben we nu alles in eigen hand. Het zijn nog maar 4 wedstrijden. Plus van het weekend speelde ook Patro Lommel, dacht ik. En Deinze Zotte Waregem ook nog eens. Ja, ook een vangnet, hè? Mocht het nog dingen. Dus, het ziet er heel goed uit. Laat ons hopen. Ik denk, als we van het weekend kunnen winnen, dan wil ik zelfs op Beveren gelijk spelen. En dan ziet het er goed uit. Jongens, even iets in de groep gooien. Is dat een beetje een middelvinger naar het moderne, wat kapitalistische voetbalsysteem? Als je ziet hoe ze eraan toe waren in het begin. Iedereen sprak over het feit, centen, transfers, waar zijn ze? En plots staan ze daar van boven. Wat zegt dat over het huidige voetbalklimaat? Dat had niemand niet verwacht. En dus buiten dat we allemaal zonder centen of niks, zijn ons 4 of 5 beste spelers begin van het seizoen ook allemaal vertrokken. Denk, dus daar zouden we nog eens op, ter herinnering. Dat was Jan van den Berg, Sebawi, Thibaut Bouten, Torisson en nog hier, maar die is Luca Maison, maar oké, dat was nou niet... Maar die is ook vertrokken. Ik wil maar zeggen, dat is 5, 6 man. En wij zagen het helemaal. Maar hetgeen dat erbij gekomen is, eerlijk gezegd, na de winterstop, is een meerwaarde. Allee. Zeg eens even gewoon hardop denkend, en kom ik bij u, Diederik, een top 3 van gasten, ik kan niet vragen de beste en de beste stats, maar die jij vindt dat die gevoelsmatig het meest hebben bijgedragen, kan ook zijn aan groepsfeer, hè, aan het huidige succes. Van dit jaar of de successen? De actualiteit. De Tom Renies, vind ik persoonlijk. Je ziet van waaruit hij komt. Toch ook al 10 goals. Ik wil maar zeggen, dat is niet de minste. Dat is 1. Die jonge gast, die Marjo. Die speelt er nu 2 weken, toch heel belangrijk. Hè. Onze keeper, de Davor. Haalt er serieus wat punten uit. Ja. De Verlinde, enorm belangrijk. En natuurlijk, we hebben een paar weken Ryan Sanusi moeten missen. Je ziet dat direct dat verschil. Vanaf dat hij erbij komt, is dat echt een groot verschil. Hè? De Davor, die kennen ze aan de andere kant van... Dat staat ook nog aan, want die speelde toch in die beker? De finale. Hoe kwam dat nu weer al? Er was er ene dan... Met Bollat niet? Bollat was weg, einde contract. En Buté mocht nog niet keepen, want nieuwe spelers mochten nog niet meedoen in de finale. En zo kwam dan daarvoor Matthias in de ploeg te staan. 90 minuten voor Antwerp gekeept, maar wel een beker. Maar het is waar wat je zegt. Ik heb ook al een paar matchen van Beerschot gezien de laatste week. En het is onwaarschijnlijk welke ballen dat hij pakt. Dat is niet normaal. Echt. Die had ik nooit in hem gezien. Hij had er vroeger aan getwijfeld. Net daarom. Wij hebben op een gegeven moment, denk ik, was het op Serrain. Stonden wij 2-1 voor. 1-2 voor, excuseer. En de laatste minuut... Een corner, een kopbal, echt een onmogelijke bal om te nemen. En die vliegt daarin en die heeft een enorm reflex. Ja. De laatste thuismatch ook, doet hem ook tegen Liersen op Waregem ook. Anders komen we op 0-2 achter tegen Liersen en dan is het gedaan. Maar hij haalt nu 6-6. En ik zeg het, hij heeft deze jaar wat punten voor ons gehad. En daarvoor mee een van de belangrijke... Het is toch niet zo'n Charles die zijn sokken aan de kuiten kapot knipt, hè? Nee. Ik heb erger kepers gehad. Doku wel, hè, deze week. Oh, mannetjes lief, jongen. Maar nu hebben ze al sokken mee zonder voeten. Aan uw kuit. Aan de kuit, maar dat hij Raja deed, hè, altijd. Hè, aan de kuit, Jeremy Doku, gisteren tegen Engeland. En dat, ik vind dat ook niet ouderwets, om daar iets van te zeggen. Hè, dat die sokken spannen, zeggen ze. Maar komt er dan die niet voor de premie niet meer zijn? Dan spannen die toch niet? Nee, maar dat is ook niet. Ik wil maar zeggen, elke speler
Ik zie dagelijks met dat spelers. Dat ziet er toch niet uit de vuil? Zeker niet anno 2024. Zou je denken dat sokken elastisch genoeg zijn? Die zijn elastisch genoeg. Ik zie als morgen, hè, Neymar hè, of Cristiano Ronaldo of dingen, een bel ons een... Onze en ik, dan lopen ze morgen ook allemaal mee. Een kooibel ook wel, ja. Een bel. Allee, ik wil maar zeggen. Ja, maar jij bent een man met liefde voor het materiaal en passie. Tuurlijk. Wat, vind jij, wat denk jij als je dat ziet gebeuren? Ik vind dat verschrikkelijk, maar je moet daarmee den duur... Zeg ik zo, weet dat, oké, doe het. Hey, ik had er nu 3 weken geleden een. Ik moet een onderlijfje hebben. Hop, oh, nationaal drama, ik heb geen onderlijfje. Ik zeg, man, het is 17 graden. Ik zeg, meen je dat nou? Ik zeg, oké. Okay. Onderlijfje, geen probleem. Dus ik probeer... Ja, ik zeg jij dan ook echt zo van, zwaans ga pak? Ja, 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 maar ze weten dat ook. Hè. En hij had serieus mijn voeten. Ik zeg, man, jij kunt niet shotten. Gewoon normaal. Maar ik zie het altijd vertalachen, natuurlijk. Het is altijd, ze weten... Mijn humor is altijd... Ik meen dat ook niet. Ik maak ook heel weinig ruzie. Maar alleen in ieder geval, hij moest absoluut een onderlijfje winnen. Ik zeg, oké, geen probleem. Ik zie die op veld. En ik zie die zonder onderlijfje. Ik zeg, man, oh, wacht met een halve tijd, man. Ik zeg, dan heb ik hem, hè. Dus ik kon erin, hè. Ik zeg, wat is je onderlijfje? Oh, ik heb de mouwen geknipt, zei hij. Ik zeg, ja, de mouwen geknipt. Ik zeg, jij vindt dat niet normaal? Ja, ik had geen tijd om dat tegen u te zeggen. Ik zeg, jij zit te zagen om een ding, om een onderlijfje, en je knipt je mouwen. Vraagt je met een halve tijd een tweede onderlijfje? Dus maar ik heb dat niet gezien. En met een helper uit, die pakt dat en je geeft dat. Op, die knipt terug die aan het mouwen. Wat gebeurt er nu? Vorige week of 2 weken geleden was het serieus wat koud terug. Onderlijfje. Zonder mouwen. Met geknipte, zonder mouwen. Ja. Nee, maar dat kan niet. Ik zeg, hier, dat zijn niet onderlijfjes. Dus je krijgt dat gewoon terug. Want op den duur, als je dat laat doen, pas op. Het zijn gouden gasten, hè, maar op den duur. Ja. Dan heb je... Ja, dan is het een circus. Hè. Zijn ze baas. Mm. En dan zeg ik, oké, jij knipt je sokken... met een achterin, dat is geen probleem, maar daar gaat hij heel het jaar mee shotten. Ik wou net vragen, zijn die sokken nog herbruikbaar? Dat gaat in zijn... Nee, nee, ja. Als ze, ja, ja, als ze de voet eraf knippen wel, hè, maar ja. Like nu bij Doku, ja. Die knipt echt zijn kuiten. Die kuiten. Maar wat was het probleem? Sorry, ja, zeg maar. Zeg maar het probleem van National Ploeg, wat speelt er bij City, daar liggen alle weken nieuwe kousen, die liggen dan niet van wakker. Maar inderdaad, volgens mij, als je het in uw kuiten, waar dat zij, hij het kapot knipt, kunnen die volgens mij niet meer... Wat zou José ervan zeggen? José, die was zot. Maar dat, Dave, dat, in onze tijd kon dat niet. Dat wij bestond kregen, niet. Wij kregen, dat bestond wij niet. Kregen één truitje voor de match. En als het regende, kregen wij nee, ik vind wel, je moet wel meegaan met je tijd. En kleurtjes en zo. Akkoord. Iedereen doet maar op, geen probleem. Ik ben er allemaal voor en pro. Dat is gewoon saai. De time moet meegroeien. Maar met die gaten, dat vind ik wel wat. Ja, jammer. Ik had er een, Pierre Bourdain. Ah, oh, de Pierre. Ja, de Pierre Bourdain. En de, serieus, die had... Ex-PSG trouwens, hè. Ja, ja, ex-PSG. En inderdaad, die had serieuze kuiten. Die zijn kuiten, geloof me. Er konden... En dan begreep ik dat. Er konden zei, ik heb me op tijd ingehouden. Ik zei, kon dat niet zeggen. Moet je zin nog maken. Ja, ja, maar we doen dus soms niet op plaatsen, hè. Maar dus, er zijn inderdaad spelers die echt... Ja, serieuze kuiten. Ja, Rajade. En dan vroeg hij naar mij, zei, Seba, ik heb echt een probleem. Want dat is eenmaal 43ste en 40ste in die sokken. Ja. En dan zei ik tegen hem, oké, geen probleem. Dus dat waren speciaal sokken dat ik dan voor hem, die knipte die. Ik brandde die dan ook een beetje, want dan is... Alles ruffelt dat uit. Wat gebeurde vroeger als ze hun voet afknipte? Ja. Hup, na 2 weken kon je die sok weggooien. Ja. En nu bestel ik allemaal speciaal zonder voet. Ik heb er maar één, dat is Ryan Sanusi, met een voet. En nadat er is één speel is van, inderdaad, er is een probleem, dan doe ik dat. Maar niet zomaar voor de show, omdat vandaag goed weer is en morgen... Dat gaat niet. Dingen zo bijzondere verzoeken, uw maat? Wie dat? En wie denkt dat? Raoul Bravo? Ja. Raoul Bravo, ik weet. Maar er was er nog één, een veel specialer, hè, man. Dan Raoul Bravo over die dingen. Die is trouwens vorige week tijdens een match een vest aan de bank gegooid. Maar zeg eens iets specifiek van een wens. Dat je dacht van... Dat nee, weet toch... zo. Raoul Bravo, het enige dat die kwam direct. Want ik was toen hulpje van Joske. Die kwam en die zei zo... Met een halve time moet ik alles nieuw. Alles nieuw. Ja. Zowel shortje, broekje, sokken. En dat Prins Albert. Ja. En die Jos die bleef die zo bekijken. En ik zo, oh my, Jos die gaat er naar je tijden zeggen. En ja, die begrepen elkaar niet. En dan, oké, dat gebeurde dat. Maar ik had er nog een andere.
En je moest alle... Pas op, toffe gast, hè, want ik kwam er heel goed mee overheen. Maar die moest alle weken Nief toppen op zijn shoes. Ja. Alle weken, hè. Dat was zo die zijn dingen. Nief toppen. Nief handschoenen. Alle weken. Nief handschoenen. Ah, een keeper. Een keeper, ja. Ja, dat waarschijnlijk wel. En die knipte zijn veters. Dus alle weken had hij eigenlijk een lege shoes kunnen noemen. En alle weken kwamen er Nief toppen. Nief handschoenen moest hij hebben. En die knipte zijn veten zo. Dat was zo alle weken. Op een gegeven moment zei hij... De Jos die ging erin, want we hadden een heel doos vol met noppen. Oh ja, zo'n noppen, dat waren toch van die ijzeren toppen. Ja, die pilletjes en al. En die ging erin. De Jos die zei, maar dat gaat niet, man. Ja, zei hem... De Van Oppen heeft gezegd, ik mag kiezen wat ik doe. Ah, wil ik een ster hier van achter op mijn rug, dan mag ik dat doen, zei hem. En dan zei Joske, oké, dan is dat zo. Hè. Maar ik zie het, buiten dat was hij met ons bangelijk, die keeper. Is dat echt ooit overwogen, concreet, om er een moofveld van te maken? Ja, dat was, ik zal nog straffer zeggen, maar die kerel, iedereen zegt Van Oppen. Maar Van Oppen was eigenlijk niet slecht met ons. Die mens die bedoelde dat goed. Als jij die hoorde klappen, dat was wauw. Dat was, zeg het, een week voordat we failliet waren, zaten we in Turkije op stage. En dan kwam die van, jongens, hier komen we allemaal samen door. Hè. Komt hier allemaal in orde. Hè. Dus een week zelfs voor dat allemaal in orde was. Alleen het enige, ja, die verkocht lucht. Hmm. En ook in een tijd dat hem daar gekocht had, allee, overgekocht van Jos Verhagen, zijn er serieus wat lijken uit de kast gekomen. En nee, dat hem daar niet had op gerekend, maar ik zeg het, ja, met ons was hij niet slecht, alleen ja. 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 Mannen, Union, Anderlecht, Brussel, yes. Hoe gaan die zich tot elkaar verhouden, denkt in de eerste 5 speeldagen, Diederik? Ik denk dat het niet rap beslist zal zijn, in die zin dat ze allebei wel, ja, ik heb niet de indruk dat de Union bijvoorbeeld een zware inzinking gaat krijgen. En Anderlecht gaan die mannen uit het Forst wel blijven onder druk zetten. Ze. Dus. Maar die match tegen Kortrijk die ze verliezen, Anderlecht, dat was toch eigenlijk een tikske. Is dat niet typisch Anderlecht? Was dat geen mentale cadeau? Een Union die ook even wat wrevel en wat moe hadden, die er zo misschien weer bovenop geraakte? Ja, ik denk... Zo'n appelflaute van een half uur. Na die Europese uitschakeling tegen Fenerbahce was dat inderdaad... Even voelde dat, hè? Was dat toch de manier voor Anderlecht om nog eens een extra tik te geven? En dat hebben ze eigenlijk nagelaten. Hè? Ja, het omgekeerde is eigenlijk gebeurd, want Union heeft dan nog... Een punt gepakt op Antwerp, wat dat knap is, op de Bos al een punt gaan pakken. Dus eigenlijk is die speeldag helemaal anders uitgedraaid dan dat iedereen verwacht had. Wat we dit jaar gezien hebben, van qua frivoliteit en qua een tegenstander doodknijpen en het verticale mooie voetbal wel van Union, hebben we dat van andere ploegen gezien? Was dat uniek? Hadden andere ploegen dat ook te bieden? Zo vaak niet, hè. Nee. Zo vaak als Union, hè. Ik denk na 30... speeldagen was het correct dat Union daarbovenop, want die hebben, die hebben gewoon een super seizoen gespeeld. Alleen ja, wat ik ook al een paar weken hier gezegd heb, kan dat die nu nog eens 11 matchen dat niveau blijven aanhouden? Dus dat is mijn vraag. Maar hoe volg jij dat, Seba? Ik volg niet zo veel eerste klas. Wel zo, soms samenvattingen, bijvoorbeeld dat ik in mijn kot zit, dan zit ik meestal zaterdag Radio 1 en dan zit ik zo die voetbal ontvolgen. Vooral Cirkel Brugge en mij deze jaar ook. En dan volg ik wel zo die matchen, maar ik zit als Beerschot toen in eerste klas, dan volg ik ook zo wel die extra time en al die dingen. Maar vanaf dat je daar uit zit, dan heb je daar zo geen... Nee. Maar ik volg dat wel zo... Want ik vraag het omdat bijvoorbeeld Cirkel Brugge, de naam is gevallen, heel weinig punten denk ik tegen de topteams. Wat was het? 3-30 of zoiets? 3-30. Maar ja, die zitten al met een ongelooflijke bonus van iets bereikt te hebben. Die kunnen toch vooruit iedereen de duvel gaan aandoen, of niet? Sowieso. Wat wordt de rol van Cirkel Brugge? Het is wat je zegt, al die andere clubs die hebben... Die zitten toch met die druk van te moeten en cirkelen. Moet niks, hè? Moet niks niet meer. Plus, je zit daar ook nog met twee Brugse derbies. Dat beginnen ze al mee. Dat is al volle bak, hè?
Plus, en daar gaan we niks mee insinueren, maar een leuke voetbalromantisch weet je, een soort van broederschap met Union ook. Hè. Cercle Brugge heeft dat, met Club Luik ook, met Union, omdat dat traditieclubs zijn. Er zijn ook vaak spandoeken van Cercle Brugge in de kop van Union te zien, ook op verplaatsing. Dat geeft nogal wat pigmenten. Ah, het is de laatste match toch niet Cercle Union? Die gunnen elkaar wel veel. Hè. Ja, we gaan geen tweede salonremise. Nee, maar dat is... En wat is daar? Dat is toch, wat is ja, dat daar zijn de traditieclubs. Okay. Like Club Luik, het stamnummer matricule 4, denk je dat dat is. Cercle Brugge, die hebben historische banden. Die fans kunnen het met elkaar vinden. Dat is, zo, dat is gelijk wel met Groningen. Beerschot met Groningen. Ja, dat zal recenter zijn, waarschijnlijk. Ja, toch een... Allee, dat is sinds Luciano toen. Och, dan al. Ja, was dat toen... Ja. Antwerpen en Union hebben dat ook altijd gehad. Ja, voorlaatste match is trouwens Cercle Union. Dus ah, kijk. Dat kan een titel al ballen, hè. Ja, nee, maar ik denk dat de ploegen gaan dat wel eerlijk spelen, Dovies, want die dragen de ethiek wel hoog in het vaandel, zeker Muzlic en al die andere gasten. Maar ik vind dat wel wat pigment zo, ja. Dat is zo... Dat is vrij uniek in het voetbal, hè? Oh, dat wist ik niet. Dat kan, hè? Ik heb daar niet bij stil. Ja, ik heb al regelmatig een vlag gezien van zelfs van de drie clubs. Die van Club Luik er ook bij. Hoe de vijfde plaats kan ook nog recht geven op Europees voetbal, zeker, hè? Hangt van den Beker, zeker. Hangt van den Beker af. Maar of dus dat er nog een finale moet komen. Moet gespeeld worden, maar... Ja, dat is toch wel, ook voor Cercle Brugge zijnde, is dat toch wel een heel mooie kans. Hè? Want waarom zouden die niet de vijfde kunnen? Dus ik denk niet dat die zomaar wat gaan meelopen. En ja, het is een van de moeilijkst bespeelbare ploegen om tegen te spelen. Hè? Want voetballen ze, ja, ze voetballen natuurlijk, maar ze spelen heel veel verticaal en zo rap mogelijk naar de overkant. Dus heel veel ploegen hebben het er moeilijk mee gehad. Ik zie ze nu in die play-off nu ook niet direct. Ze hebben 3 op 30, denk ik, tegen die topploegen. Ja, maar dat kan gemakkelijk dat die wel 10 punten of 12 punten halen. En dan hebben die misschien wel nog kans op een Europees ticket. Hè. Weet je wat heel bizar is? Dat wij nu niet spontaan terechtkomen op de figuur van Kevin Denken. Ja, ik wou het net zeggen. Dat is eigenlijk heel bizar, want die doet iets onwaarschijnlijk. Hè. Die heeft 23 goals staan in eerste klasse. Na de reguliere, na 30 wedstrijden, voor een club als Cercle Brugge van dat niveau, met alle respect uiteraard, want die doet geweldig, is dat waanzinnig, hè? Dat is zo Luigi Pieroni in een tijd. Roussel. Ja, zo de mannen die 30 doelpunten maken, hij kan er en nog. Toch, kan er, kun jij een detail hier terughalen van hoe scoort hem, hoe aanwezig is, wat voor voetballer is dat, denk je? Ja, ik denk dat eerst en vooral dat niemand aan gedacht had vorig jaar, want ik heb met mensen van Cercle gesproken, dus die is helemaal opengebloeid. En ik denk dat hij ook perfect in dat systeem past. Heel veel ballen in de box. Hij kan zijn lichaam gebruiken. Hij heeft, ik denk, op allerlei manieren doelpunten gemaakt. Het is nu aan hem om het te tonen of dat volgend jaar weer zo is. Hè? Want je hebt soms zo wel eens van die voetballers die in het seizoen 25 doelpunten maken. En dan nadien is het veel minder. Maar ik denk dat hij perfect past in dat systeem. En hij heeft natuurlijk een geweldig sterk lichaam. Die zal waarschijnlijk zijn kousen ook moeten kapotklippen. In welke ploeg? Van waar bij Cercle. Ja, maar ervoor. Ja, hij komt hier niet van. Van waar kom je? Want is er ook niet via Monaco gekomen? Ik weet het niet. Ja, dat Leef gaat dat opzoeken van waar dat je komt. Maar, ik ben aan kijk wat je vorig jaar had. 9 goals en 8 assists vorig jaar. Zie maar, dat bij Cercle. Ja. Dat is, voor een spits bij Cercle is dat niet slecht. Maar nu, 23, is natuurlijk... Dat is wel... Maar soms zeggen ze zo van die spitsen die zo is echt een... van Nîmes. Nîmes, ja. En dan Béziers, van Kerkman. Lagere reeks dan ook zelfs. Ja. Met een beer, hè. Een echt een atleet. Hè. Dus, ja, maar en toch, we kwamen hem tegen op de gouden schoen, met zonnebril aan. Dus heel, heel opvallend op de gouden loper was dat dan. En het was dankzij de entourage die rond hem liep, dat je wist dat hem dat was. Ik wist dat hij het was. Want hij is helemaal niet zo groot, 1,81 meter. Nee, maar ik bedoel... Ja, body. Body wel. En hij staat heel stevig op zijn benen natuurlijk. Maar hij is niet op prestatie. Maar de dikwijls, dat je spelers zo tegenkomt, na de match, dat je denkt, is dat niet? Dat is dikwijls... Eigenlijk speelt Cercle play-off 1, Champions play-off, door, denk je, ook onder andere, hè? Ja, dat is met alle ploegen het even. Als je een goede keeper hebt... Ja, maar dat maakt bij hem toch nog mee. Bij hem is dat natuurlijk. Maar heel die ploeg is dat ook wel een beetje op ingesteld. Hè. Ja. Hij is, als hij wegvalt,
Tegen Mechelen was hij er niet bij. Hebben ze problemen. Even een quizvraagje. Hij had 9 goals, 8 assists vorig jaar, denk ik, als dat goed klopt hier. Want volgens Transfermarkt, wat ik ook vaak een geweldige site, maar dan moeten we erbij zeggen voor de volledigheid, die tellen assisten ook als je een penalty uitlokt. Dus Puertas heeft daar er 1 of 2 meer dan regulier eigenlijk. Dus klopt, wij gaan ervan uit. Klopt eigenlijk niet helemaal. Nee, wij gaan ervan uit dat je de assist is echt... Ja. Soms is het gewoon een pasken, hè? Ja. En iemand die dan nog 26 man dribbelt, die krijgt ook een assist. Maar de cijfers van Denki. 23 goals gemaakt. Hoeveel heeft hij er aangegeven, denkt dit seizoen? Doe eens een wilde gok. Assist? Ja. 12? 8. 1. 0. Ja. Echt? Ja, dat vind ik straf. Want ik had zo... Een seizoen of 2 geleden had ik eens Vossen en Gano... over de vloer van een podcast, bij Eleven toen nog. En daar was het ook altijd een joke. Die mannen hadden allebei al 15 goals of whatever. En die hadden ook geen enkele assist. Maar ik vind dat ook altijd opvallender dan 10-10. Als je nu 20 doelpunten gemaakt hebt, of 10 en 10 assists. Nee, dit is wel heel weinig. Hè? Want als spits komen we toch soms eens in een situatie dat je de ballen hebt. Want ik weet in een tijd met Holzhauser dat je 16 goals en 15 assists had. We doen de oefening. Mohamed Amoura, Union, 17 goals. Hoeveel assists? 4. Amoura, 8. Pakt 5. Volgens mijn berekening, ik schrijf alles op. Ik heb er hier 2 staan. 2, man? Ja, Gustav Nilsson. 12 goals. Hoeveel aangegeven? 3. Ook 2. 0. 4. Nog 1 om het af te leren. Puertas, 14 assists. Hoeveel doelpunten? 10. Dat weet ik niet. 3. 6. Dietrich, volg dat goed op. En jij ook. Het zijn er 5. Ja, waarvan 2 penalties. Kijk eens bij Janssens. Allebei links getrapt. Die heeft tegen Anderlecht links laag en tegen RWDM ook links. Ja, die schrijft ook bij. Schrijf dat ook op, want het maffen is, als je er 3 hebt, 3 recente penalties van iemand, dan is de kans heel groot dat je de 4e juist inschat. Dat is vorig jaar, ik heb dat getest en ik had er 9 van de 10 juist. Zelfs in het midden. Amai, dat is wel, het was een keer Union Anderlecht, denk ik dat was. Of Standaard, ik weet het niet meer. Maar Thuma moest een penalty trappen. En iemand naast mij zei van, waar gaat hem trappen? Ik zeg in het midden, hè. Ah ja, want hij had daar getrapt en toen daar. En nu is de niet-dominante keuze waar niemand naar kijkt eigenlijk de midden. Terwijl iedereen aan het focussen is op links of rechts voor te variëren. Dus die gaat in het midden trappen. En die trapt in het midden. Allee, heel straf. Dat is geluk. Puur geluk. Ja, akkoord. Maar ik vind dat een beetje nerd uithangen. Dat is wel tof om te volgen. Ik vind het leuk om dat te bestellen. Ja, natuurlijk. Ja, schrijft dat allemaal op. Ik schrijf dat allemaal op, ja. Kijk, dus gaan we naar Janssen, als je wilt? We gaan eens kijken bij de Janssen. Hè. Dat is bij de A van Antwerp. Bij de A van Antwerp, daar zitten we. Bij Janssen, hoeveel doelpunten? Een stuk of 19 zeker. Nee, 13. Nee, 15. In competitie, hè? Ah, ja. 11? Nou, minder. Ik heb er een stuk of 10 staan. Ja, zou dat kunnen kloppen? Ja, het is minder. En 4 aangegeven. Ja. Dat is toch weinig elke keer, hè, van assisten. Zijn penalties. Waar heeft hem die getrapt? Erover. En tegen RWDM die 2. En Eupen ook gemist. Eupen erover. Op RWDM. Dat heeft Tobi ze gegeven. Op Standaard. Links binnen, die 6-0. Zwart, Union Anderlecht speelde daar die een tik die Kortrijk Anderlecht uitdeelde. Hè? Die ook Union even wel misschien er terug onrechtstreeks wat bovenop hielp. Want Anderlecht was echt een dender in de trein. Niet altijd met het voetbal, maar ze kwamen wel. Hè? Enorme reeks neergezet. Hè? Hoe gaat zich dat verder zetten in die eerste matchen? Is Union weer vanaf nul zo fris als een konijn op de plein of niet? Ja, ze zijn op trainingskamp geweest zeker. Hè? Zijn ze niet weg geweest of hebben ze... Ik weet het niet. Maar... Kan Anderlecht kampioen worden, met andere woorden? Ja, natuurlijk. De mogelijkheid zit erin. Absoluut. Waarom niet? Ja. 30 punten te Moeten verdienen. Ze kampioen worden met die kern? Ja. Laten we... Ja. Hè? Moet Brugge kampioen worden met die kern? Net zoals Brugge en Union eigenlijk. Ja, maar laten we even kijken van de ploegen die er echt...
het beste voorstellen, de pole position. Dat is Union en Anderlecht. De rest kan verrassen en kan terugkomen, dat hebben we vorig jaar gezien. Ja, dus misschien, voor mij zou Union echt waar. En die verdienen dat, vind ik. Allee, dat je ziet, dat is al 3 jaar achter elkaar. Dat je er toch bij... Maar je moet ook de kunst hebben om het kampioen te spelen. Om het kampioen te kunnen spelen, inderdaad. Het zou wel straf zijn mochten ze het nu 3 jaar achter elkaar niet afmaken. Ja, vallen, wel, dat wil ik zeggen. Dat zou... En van mij verdienen ze het. Ja. Als je het ziet over gans het jaar, hè? Ik baseer me nu op de laatste match op Antwerpen. Ja, vond ik ze eigenlijk... vrij defensief spelen, vrij laag blok, maar ze hebben natuurlijk die mannen, die, daar was Amoura er nog niet bij, maar mannen die mee uit een stilstaande fase een doelpunt kunnen maken, Puerto's die heel belangrijk is, alhoewel dat je op Antwerpen volgens mij een van zijn mindere matchen spelen, maar hij geeft dan die corner, Nielsen kopt hem binnen. Ja. Dus, Union heeft niet veel nodig nee, om dat een is, doelpunt dat, te maken. Die kunnen een half uur niet in de match zitten en één keer uitbreken. En die Labousin die daar is uit het niets alleen voor de keeper komt. Dus ze hebben heel veel spelers die bepalend kunnen zijn. En dat kan in de afrekening kan dat wel eens heel belangrijk zijn. Zullen ze in die eerste 2 matches zullen de belangrijkste zijn. Ja. Die kunnen ook zowel een momentum pakken, vind ik. Van iets creëren, iets dat dood is en dan iets creëren. En op die 10 minuten die volgen, op die golf, nog even doorgaan en er even bij tikken. Ja. Wat Standaard tegen Gent plots deed. Hè? Tweede helft, minuut 52, denk ik. Dan scoren die wat? 3 goals? Ja. Met die Yeboah tegen Gent? Ja. Ik dacht, hoe hebben ze dat ooit gedaan? Ja. Dat dacht Gent speelt daar eigenlijk een dikke wedstrijd. En onwaarschijnlijk. Standaard. Zijn die bevrijd van het juk? We blijven erin. Oké, daar moeten we al niet meer over babbelen. Waren komende. Met Kanga, Yeboah, daar zit wel wat muziek in. Je hebt nog die in Alzate, goede voetballer. Balikwisha komt er terug wel wat door. Kunnen die gaan verrassen in de Europlayoffs? Ik denk voor een Europees bevrijd, ticket te pakken. Bevrijd? Oh, ik denk dat ze toch tegen Mechelen, tegen Gent, dat ze toch tekort komen. Ik weet niet of dat nu ineens... Dat je klikt door... Dat nu ineens dat een voet... Dat is ook type Standaard. Hè. Ja. Dat kan eens... Ik heb er nog geen goede ogen. Want er zitten wel wat... Ze waren wel aan het doorkomen. Hè. Die Yeboah, die geeft toch een goede indruk. Ja. Maar het is ook niet... Hebben ze echt zoveel goede resultaten gehaald? Ja, niet constant. Het is oppervlakkig. Maar in de topmatchen... Ze hebben bijna alle topclubs... Thuis alle toppers bijna gewonnen. Is toch straf, hè? Hoe kijkte jij naar Standaard in Seba, in de totaliteit van het Belgisch voetbal? Want in de totaliteit? Door al die jaren, daar heb je toch altijd verhalen, hè, op Standaard? Altijd, Standaard is rock and roll. Hè. Dat is, ofwel is dat in één keer top, en het moment dat je er aankomt, dan ontploft dat er ineens. Allee, er is altijd iets, dat is een club, ik weet niet, wat, is dat, heeft dat te maken met beleid misschien? Of weet dat, ik weet het niet. Wat er gaande is, er hangt echt iets in de lucht. Maar ja, want als je ziet die atmosfeer dat daar op Standaard, dat is ongelooflijk, hè. Heb je daar ooit iets, een goede herinnering? Of een... Op Standaard? Nou, elke keer dat ik er zijn gekomen, dat is toen met het materiaal van Ricardo daar. En dan denk ik altijd heel goed ontvangen en heel... Allee, wij komen er heel... Maar die sfeer vind ik daar waanzin. Ja. Dat is niet normaal. Latijns, hè. Ja, maar ook... dat is ook zoals Beerschot, hè. Die hebben er alles behalve geduld, hè. Als je daar soms ook direct supporters onder de deur zet. Dat is, maar ik vind dat een hele leuke sfeer. Van een top van België vind ik... Hoe werk dat ook klinkt op de Antwerp, vind ik het ook. Dat is zalig. Alleen vind ik één ding verkeerd op de Antwerp. Dat is die een dugout. Je plakt bekend tegen de supporters. En elke keer daar op die een dugout. Of een vis bekend dat je in een woog kunt krijgen. Ja, dat vind ik, verschrikkelijk. Dat is het enigste. Ja. Want wij zeggen, je zit daar in die een dugout. En echt, dus, die kloppen daar op die een... Oh my, ze hebben daar op de Heijn van Haasbroek. Ja, zijn dak een keer kapot geklopt. Ja, ja. Ja, dan onze kine. Die draaide zijn eigen om en de mensen stonden bij met hun voet ook op die een dugout, hè. En bij een vuss op die... Dat was echt... maar dat is, die sfeer is daar ook. En Standaard dat ook. Dat Standaard zijn zo, is in Antwerpen zijn eigenlijk. Ja, dat is zalig. Standaard vol zitten en ja, ook voor de mensen die kunnen recht... De kippenvel van alleen dat zal opkomen. Die muziek, wee, oh, en papa, zeker ook wee, voor een beetje Casa Papel gevoel bij Standaard. Ja, dat is zo'n maffia rock en roll. Dat is altijd zo... Nou, Beerschot, mijn tweede ploegje, dat ik zo altijd... In een tijd, want Patrick Vervoort is daar ook gewoon voetballen. Hè? Ja, ja, absoluut. In een tijd. Hè? Met Opel op de bas, met Stefan de Mol nog, ja, Franske van Rooij.
Frans van Rooij. Ja, ook nog standaard. Orgen, Gino, Kooses. Ah wel, en dat is altijd zo mijn tweede plokje. Dat is zo, ja, zo wat... niks draait er deftig, maar toch... Ja. En nu zitten ze toch al een paar jaren zo. Ja, en dat is eigenlijk is dat jammer, want standaard is toch zo'n club die je van boven voor weg. Tuurlijk. Dat is eigenlijk een ploeg die bijna alle jaren moet meedoen voor een top 6. En nu zijn ze al twee jaar, komen ze bijna niet in de aanmerking. Standaard zou normaal de Atletico Madrid van Spanje te zijn. Zo de derde ploeg van België. Ik werd er als tiener wel eens mee naartoe gepakt, want ik heb al hier alles verteld. Naar gelang hoe de thuissituatie was, nam een man of iemand anders mij mee naar ploegen. En zo denk ik in heel het land, zo een jaar lang, een half jaar hier, dan die al die ploegen eigenlijk gezien. Dus nooit een vaste topclub gehad als supporter. En de standaard, weten jullie dat nog? Dat die twee koppen vroeger, jongen, naast elkaar stonden, achter de goal. Koppen. De twee spionkoppen. De bezoekers naast... Hé, daar is wat gebatterd. Serieus? Maar ja, jongen. Onwaarschijnlijk. Wauw. Dat wist ik niet. Dat was heftig. En dan achter de één goal hadden zo de casuals stonden er dan. Dat waren zo de tijd van de kappa-truikens. De kappa. Wow. De kappa-pakjes. Aan de andere kant, ik weet dat nog, jongen, tegen... De health side, tegen de nick side, tegen de nose side, tegen de... Maar dat stadium is... Op het veld, hè, in de 90's. Zot, hè? Dat was timmerig, zo man. Dat was zot. Oh. Maar hij is ook zo serieus stijl, hè? Ja, enorm. Maar, toen was dat toch dat onoverdekt stuk achter die goal? Als je op de hoofdtribune links. De linkerkant, ja. Oh, dat wist ik niet. In mijn herinnering stonden daar die in die een tijd. Of was dat jaren 90 dan, of jaren 80? Ja, ik kan me hier geweldig vergissen, maar ik denk dat zo was. En dan aan de andere kant hadden dan de casual firm, zo. De kappakjes. Ja. Nee, maar ik vind het speciaal club. Echt. Ja, absoluut. Zou het kunnen dat er een huidige coach van een Champions Playoff team volgend jaar in de dugout zit van een ander team uit de Champions Playoffs? Kan dat? En wie zit in de pole position om dat te realiseren? Zou kunnen. Om dan toch nog eens te teasen naar het stuk. Ik denk dat Wouter Franke wel iemand is die wel eens de switch zou kunnen maken. Noordstandaar? Nee, van het ene club naar de andere. Ja, van Genk naar Brugge. Van Genk naar Brugge, want Van Nistelrooy is ook genoemd. Hè? Ja, er worden veel genoemd. Hè. Maar we hadden het ook over het feit van ze hebben een x-aantal buitenlandse pistes geprobeerd bij Brugge. Die zijn ze soms zuur opgebroken, niet altijd even positief. Misschien gaan die ook wel eens denken van, ja, zo ene van hier. Maar wat denk je dat daar nu aan scheelt om Brugge? Wat is het probleem nu met Brugge? Dat is zo in één keer niet meer. Ja, ik heb nog een hele simpele theorie over, maar dat gaan zo de echte kenners weer veel te simpel vinden. Ik zal het nog één keer zeggen, ik val in herhaling, maar als je de laatste 100 jaar van het voetbal bekijkt, Anderlecht Boskamp, Clément Club Brugge, Prudhomme Standard, wat je ook doet, wat je ook investeert, welke kern dat je na het succes ook pakt, altijd volgt er altijd een moment van decompressie, laagconjunctuur, die hoogconjunctuur opvolgt. En je kunt daar blijkbaar niks aan doen. Dat is raar, hè? Ja, dat is raar. En dat moet ondergaan. En dat Brugge ook van... Is nu even... Dat komt, die gaan ook nog titels pakken, hè? Maar die moeten, denk ik, gewoon even door het stof. En voor hetzelfde geld, want er komt nog een Champions Playoff. Ja, ja. Want ze hebben, Club Brugge, die kern, dat is eigenlijk toch... Ja, ja. Die Escov Olsen, die middenveld, die spits. Er loopt toch wel nog wat rond, hè? Er loopt heel wat talent rond. Het is eigenlijk heel raar dat je met die kern met 51 punten haalt. Dat is eigenlijk niet genoeg. Dus dat zal ook wel de reden geweest zijn dat Dela moest vertrekken. Nu gaan we zien of dat... hoe noemt hem nu? Nicky Haye. Of dat hij dat... in de juiste sporen kan leiden. Maar inderdaad, stel je voor dat Brugge... die staan vanuit een heel verloren positie. Dat kan goed zijn dat die zondag de derby winnen en dat die aan een serie beginnen. Dat kan, hè? Die weg, ja. Dat kan. Inderdaad. Kan allemaal. Alhoewel, ik denk wel dat er toch wel wat in de kleedkamer... Het is niet normaal dat je met die kern maar 51 punten haalt. Dus niet zeg op 2 weken tijd. Nee, ik denk ook niet... Vinden jullie dat onzin of simplisme, die een theorie van de conjunctuur? Nee, er zit wel een logica in. Ja, ik denk dat wel. Maar je zegt van die vraag, Wouter Franken zou ook perfect trainer kunnen worden van Antwerpen.
Van Bommel weggaat. Dus, Van Hazenbroek zou ook coach van Antwerpen kunnen worden. Dat zou perfect kunnen. Denk maar ja, je Van dat? Bommel zit er natuurlijk nog. Hè? Ik heb een... Ja, dus wij horen met mijn verhalen dat iedereen insinueert, maar dat hij misschien zou weggaan. Maar ik lees toch dat hij nog een contract heeft tot 2025. Ja. Het zal er gewoon van afhangen. Kindervoetbal in de Benelux. Ja. Het gaat er gewoon van afhangen, denk ik, wat de club bestuurt. Is er voldoende financiële armslag om volgend jaar weer even goed te doen? Ja, waarom zou je dan niet blijven? Echte familieman, charmante... Aanbiedingen gaan er sowieso komen. Hè. Ook uit Nederland, dan is hij nog altijd dicht bij huis. Maar hij is wel... Of uit... De Sahara. Hij is wel aangenaam verrast geweest, denk ik. Zo, door het feit, hij kent België heel goed natuurlijk uit zijn jeugd. We noemen hem wel eens een reserve-Belg. Groeide op tegen de grens. Mm-hmm. Dus dat is niet een Hollander van boven de Moerdijk. Maar ik denk dat hij die Belgen, dat hem daar wel een charmante connectie mee heeft. En dat hem daar echt getoucheerd is door ook hoe hij hier met heel veel respect ook behandeld wordt. En hij geeft dat ook terug altijd. Ja. Hè? Hij geeft dat zeker terug. Hij geeft dat zeker terug. Ik hoor dat regelmatig. Chique type. Mm-hmm. Aanwinst op dat vlak ook wel voor ons, voor mee te werken. Voor het Belgisch voetbal en voor de media ook, ja, absoluut. Ja. En hij valt ook, dat moeten we ook nog wel eens zeggen, van hij valt ook niet als de camera weg is of zo. Of je komt hem op een onbewaakt moment wat tegen. Hij valt dan niet door de mand of zo. Hè. Hij valt niet uit zijn rol. Hè. Dat is zo... Hey, dat klinkt zo, dat klinkt nu fout, hè? Ik bedoel, hij is gewoon een toffe P. Hij trekt geen masker aan. Nee, voilà, dat is goed omschreven. Dat is zo. Hij zou aan deze podcasttafel kunnen aanschuiven. Maar hij komt, heeft het... We gaan hem nog eens moeten polsen, hè. Ja, absoluut. Moeten we nog iets zeggen over Genk? Daar wordt al bijna van uitgegaan. Ik lees dat overal. Franken niet verrast zijn als hij volgend jaar daar niet meer... Wat denken jullie? Waar ook is... Zeggen ze toch altijd, maar ja, ik denk dat er toch ook wel de bedoeling was van Franken en Genk om een huwelijk op langere termijn aan te gaan. Ja, nu de resultaten zijn niet wat het geweest is, maar ja, ze spelen toch die play-off. En kunnen ook nog verrassen in play-off 1, hè. Misschien, dus ik denk dat we gewoon de play-offs weer moeten afwachten en dan zien wie of wat van ploeg gaat veranderen. Zijn de mensen al vergeten dat Franken een bijna dood elftal volledig gereanimeerd heeft, niet zo heel lang geleden. En bijna kampioen gemaakt heeft. Ja, Muslim ook, hè. Muslic. Ja. Heeft dat ook gedaan, hè. Ik spring even naar KV, want onze tijd is bijna op. KV Mechelen, Diederik, die je ook goed kent, goed volgt. Hoe is het daar ondertussen verteerd, het niet behalen? Ik had deze week ook een interview met Geoffrey Heijermans en die zei de grootste ontgoocheling uit mijn carrière. Dat denk ik ook. Dus dat is daar toch wel heel hard aangekomen. Hij zei, bij iedereen, zei dus ook bij de coach, bij Snik Hazy, was dat toch wel, omdat je hebt het in je eigen handen. Je scoort de laatste weken zo vlot. Je incasseert eigenlijk niks en nu gebeurt het helemaal het omgekeerde. Je liest met 1-0 in Leuven. Dat is heel hard binnengekomen. We zijn nu op de piste van teleurstelling en van verdriet. Hè? Dat wil ik echt eens weten van from the horse's mouth, zeggen ze in Engeland, van iemand die echt betrokken was. Jullie hebben met Beerschot die finales twee keer op twee vrij keer, dramatische wijze niet gehaald. Hoe is dat die 5 uur nadien, als je terug toekomt, of de volgende dag, zijn er dan nog samen geweest? Hoe is dat daar verwerkt? Zoiets kun je op dat moment niet verwerken. Dat is verschrikkelijk. Je zei, op dat moment zit je helemaal neergedaan eigenlijk. Maar het is heel concreet. Er is gewoon stilte. Er wordt niks gezegd. Ik zeg ook niks tegen de spelers of niks. Dat is het moment niet. Dat wordt gewoon... Ja, dat is een heel stille bus. De dag nadien zegt de coach er wel eens iets over. Maar er wordt totaal niks. En ik denk dat even een tijd nodig. En dan zo na 3-4 dagen, dan zie je zo stilletjes aan van, wat had dat moeten doen? Of wat had deze? Maar op dat moment, dat is een koude douche. Ik heb gehoord van een paar spelers dat die troost bij elkaar zochten en vonden dat die gewoon in een loge zijn gaan zitten en er uren gewoon zijn gaan zitten. Ja, natuurlijk stilte. Gewoon... Ja, maar wel samengebleven. Je blijft samen en je blijft. Maar je zegt gewoon, je hebt een uppercut gehad, hè. Dat is een uppercut, hè. Dat is... En op de manier op.
moeten zien. Want dus, ik denk dat je dan een penalty ja, tegen Circa. Brugge was wel heel extreem. Ik wil maar zeggen, dan met KV Mechelen juist hetzelfde. Ik wil maar zeggen, dan kom je ook direct met 10 man te staan. Ik wil maar zeggen, het is, want dat je nu met 3 of 4-0 verliest, dan zeg je, oké, we hebben het gehad, we hebben de finale gehad. Maar de manier waarop, en dat is... Ja. En ook denk... Dat je nadien niet meer moest voetballen. Hè? Dat gedaan was. Dat was hè? Gedaan. Dus Mechelen moet nu terug aan een bak. Die hebben nu wel, die hebben met geen Interland. Maar ik ben er ook zeker van, die eerste 4-5 dagen, ja, dan trainen je, oké, maar je maar zit niet, er toch wel mee in de kop. Dus nu moet die groep zich terug gaan opladen om eventueel een Europees ticket te... En ja, ik denk ook, ik denk dat ze mentaal een serieuze slag gekregen. Dat is een tik dat je kreeg. En nu, wij hadden geen wedstrijden meer, maar nu gelijk KV Mechelen, hebben die nog de moed en dingen voor terug heel dat parcours en terug. Oké, je zult wel moeten, maar... terug 10 matchen, hè. Dus, 10 matchen en daar de winnaar van, niet? Is dat niet... Of is dat met... Nee, dat is... Ja, als ze winnen, kan het zijn dat ze nog tegen de vijfde moeten van de Champions League, denk ik. Hè? Maar je hebt wel soms het geluk, als je daar in die play-off er echt voor gaat, dat je bij een van de weinige teams zit die niet gaan experimenteren en achterover gaan liggen. Niet iedereen wil dat winnen ten volle. Hè? Nee, dat is ook het nadeel eigenlijk aan de Europlay-offs. Dat er al clubs gaan, ik zeg nu maar iets, voor hetzelfde geld, Sint-Truiden beginnen al wat jongeren in te passen richting volgend seizoen. Ja, dat is... Weet je nog vroeger, toen het nog play-off 2 heette, toen dat erboven kwam, daar heb ik ook nog een matchje in becommentarieerd. Dan speelde GBA nog ook op Charleroi en zo. Heb ik van die matchen gedaan. Antwerpen en Beesel hebben we samen in de play-off 2 gezien. Dat je de vuil moest pakken en dat je dacht... Je denkt, waar hebben ze die? Nee, dat speelt die hier ook. Dat is, en dan speelt meestal degene die... Of naar volgend seizoen toe. Dus, maar dat... Dat is gewoon zo. Gaan nu juist de eerste 2-3 matchen gaan dat ook zo belangrijk zijn. En dan gaan we zien, blijft Gent, Emmen die goed gestart is, Mechelen goed gestart, die gaan dat meedoen. En die ploegen die geen kansen meer hebben, we gaan Jefken en Pierken ook wel eens proberen we volgend jaar. Want dat is ook, dat was ook wel, ik vind het al goed dat ze kunnen spelen. Hè. Er zijn periodes geweest dat er ploegen niet meer mochten spelen. Dat gewoon gedaan was in april. Hè. Dus, We gaan stilaan afronden met een paar hamvragen. Hamvraag 1. Hoe wordt er gereageerd na de reguliere speeldag op de omstandigheden die er zijn in de plekzaad? Dat weet ik niet. We hebben zaterdag een zwaar feestje gehad in de Cobra. Dus, maar er zal heel veel over voetbal gepraat worden. Maar ook de volgende week ook wel over de koers, hè, Dave. Want er komen ook wel heel belangrijke... Zie je niet graag de koers? Dave is geen koers. De koers kan, ik hou van koers als amateur, maar ik snap er niks van. Nee, jammer niet. Maar dat is, nu begint... want je hebt mannen die voor Anderlecht zijn. Je hebt mannen die voor een Antwerp zijn. Je hebt er die daar komen die voor Club Brugge zijn. En dat, voor wie is Suske Wit? Met Suske Wit zien we niet meer. Ik denk dat met Suske Wit iets aan de hand is. Ik denk dat ze een mobile home of ze een scooter niet meer rijdt. Ik weet het niet. De scooter hier. slechte connectie. Wanneer gaan we eens live in en doen in de... Of een opname in de plek zat. Ja, we moeten dat live doen. De afsluiter van het maak de Seba nu eens warm. Waarom? In welk bad hij gaat terechtkomen? Oh, in een bad? Ja, dat is een campensbad. Okay. De plek zat is gewoon een café. Een volkscafé eigenlijk. Ja, een plezant caféke. En daar is ons lokaal. En als wij naar de voetbal gaan, wij komen daar en wij stoppen daar. En er gebeurt van alles. Er komen ook van die echte dorpsfiguren, zoals Suske Wiet. En dat zijn ook hevige luisteraars van de podcast. Echt, dus, tuurlijk. Dus eigenlijk moeten we dat zeker eens hier naar doen. En dan denk ik dat er wel wat volk... en dat zie ik ook van En dat zijn ook allemaal over voetbal of enkel koers dan daar? Nee. De meeste zijn voetballers. Voetballers, maar daar zitten supporters van Dessel, van Antwerpen, van KV Mechelen, van Brugge, dus van iedereen. Maar hij klacht altijd als dan EK of WK is. Ja, dat komt en dan zit iemand neffen hem, die zegt dan van, oh, die trainer, wat pakt die wit zelden er vanaf? Maar wat? Dus ja, dan moet je die discussie aangaan en dat is niet altijd gemakkelijk. Dat is soms vervelend. Ja.
Maar ja. Dat is overal. Hè. Iedereen heeft een andere mening over. Nee. En dat is ook het mooie. Dat is, hè. Dat is ook het mooie. Dat is zo. Hangt dat truiken van Raoul Bravo er nog? Ik denk dat ik nog een truiken van hem heb. Van Raoul Bravo. Denk het wel. Zeg, ik weet niet hoeveel... dat is bewonderenswaardig. Want vandaag hebben we het veel over voetbal gehad. De volgende keer gaan we terug over de derde dijm hebben. Ik vond deze ook heel leuk. Dat is ook vandaag. Ja. Zeg, maar jij hebt nog keiveel verhalen bij zich. Ja, maar dat is wel. Pak er eens eentje uit misschien nog om bijna af te ronden. Oké, eentje. Met Mark Bruijs? Met Bruijs. Oké, je weet, iedereen kent Mark Bruijs. Een hele serieuze trainer. Ook een workaholic. Ja, maar ook wel, als je behind closed doors kan er iets mee gaan eten voor een interview. Warme man ook wel, hè? Een hele warme man. Een lieve vent. Maar je kunt hem beter niet, als je hem tegen hebt, want dat is een politie geweest, hè. Als je hem tegen hebt, dan kun je beter de club verlaten. Ja, die heeft ooit verteld over een achtervolging die hem deed in de stad. En uiteindelijk, bij mij, het ging over een rond puntje bij mij op de hoek. En daar was een auto uit een bocht gevlogen. En die was aan het rondtollen op de sokkel van een monumentje. Begon die rond te tollen. En er zat een chauffeur in die poepeloeren zat, was naar het Gent. En die ging lopen. En natuurlijk hadden ze die snel te pakken ergens in de straten van. En ze belden dan aan en ze zien die nog zitten in zijn zetel. En nog volle maak ontkennen dat die... Ja, maar die kon gewoon geen pap meer zeggen, hè. En zo heeft die verhalen zitten vertellen, geweldig. Zwart, ik onderbrak u. Doe maar. Nee, gewoon, dus Mark Bruijs, in het begin klikte dat niet met mij. Maar ja, oké, dat klikte niet. Dat was gewoon, je weet, je staat ook altijd op zijn strepen. Mark Bruijs, dat is een bepaald ding. En enorm professioneel. En in het begin was dat zo, maar dat was al, na een week of twee, was dat heel snel veranderd. En ook, want je ziet ook, mensen die werken voor de club, daar heeft hem enorm veel respect voor. En, maar ja, in het begin, dat kan, hè. Misschien kon je mijn gezicht niet hebben, of weet ik veel. Of had hij vroeger misschien niet met een Spanjaard gehad? Of met een Spaanse. En die had een snor of zo, vorm per benen. Hier met het weer. En misschien had hij er een trauma van. Maar in het begin was het even zo. Maar nadien, ik zei het, wij waren... En dan vroeg je een keer van Seba, zie, ik ben nogal wat bijgekomen. Kunnen we niet elke morgen gewoon joggen zitten? Ik zeg, ja, geen probleem. Hè. Dus hij was altijd om 8 uur of 7:30 op de club. Maar die bleef er dikwijls op tot 7, 8 uur s'avonds. Dat was echt niet normaal. Ik heb een déjà vu. Want met Urbain Spanhoven deed hij dat toch ook bij Mechelen. Mm-hmm. Rond het veld gingen die joggen. Ah, wel, ja, dat kan. Nog maar, trainers, hè, vroeger deed je nog... Nog veel trainers, hè. Maar hij wou het altijd zo voor de training. Ik zeg, ja, geen probleem. Ik ben toch altijd om 6:30 in de club. Ik zeg, coach, nee, maar ik wil om 6 uur zitten. Kunnen we een uur gewoon joggen? Elke dag, een uurtje joggen, komen de club, pakken een douche, bam, bam. Dus wat gebeurde, we gingen regelmatig joggen en we vertelden van alles. Dus ik leerde die echt, ja, echt tot, eigenlijk tot een vriend, hè, bij hem thuis en dingen. Allee, dat was echt top. En op een gegeven moment, dat was dat zo wat geregend, hè, waren we aan het joggen. En op een gegeven moment, wij gaan zo, ken je het park Den Brand, aan het Middelijnpark? Dan liepen we altijd zo de buitenkant, dat is ongeveer 2 kilometer. Bij de bunker daar, of niet? Bij de bunker daar, ja. De bunker? Ja, tuurlijk. Onwaarschijnlijk. Verschillende bunkers, hè. Onwaarschijnlijk. Even tussen zeggen, ja, mensen moeten dat doen, hè. De eerste zondag, denk ik, van de maand, dat zijn 2 gasten, was er uit een Tommy, ik weet niet wie het is, die gasten, maar die zijn ongelooflijk, goed ter taal, die geven de rondleidingen en dat kun je gewoon zien beneden. Dat is volledig nog intact beneden. Ja. Dat is zo met... Ja, met kostuumetjes en wat er allemaal hangt en memorabilia. Als je, bijvoorbeeld de openingsscène van Der Untergang, dat kan daar zijn. Mm-hmm. In een lokaal. Ja. Waanzinnig goed dat die gasten dat beheren. Die een bunker, dat moeten zeker eens checken. Maar je hebt daar verschillende bunkers. Als je in een Wereldoorlog 2... Echt heel knap. Ik ga niet zeggen sympathisant zet, want dat was allemaal niet zo plezant toe natuurlijk. Maar Freakset, historisch, geschiedkundig, moeten daar zeker eens naartoe. Want die mannen van stad, die leveren daar gouden werk, ja. Echt mooi. Dus wij liepen daar. Dus je hebt daar een parcours, dat is 2 kilometer, de buitenkant van het park. Maar wij gingen daar ook regelmatig met die eerste ploeg, gingen wij er ook. Ja, ik heb er ook nog een verhaal. Juist, gewoon lopen daar en al. En wij zijn aan het lopen, want het had zo wat geregend. En we zijn zo aan het vertellen en ja... dingen over stomiteiten, maar ook altijd ontlachen, want als je Mark Bruijs kent, dat is ook zo, je ziet ook zo wat humor en we zijn zo aan het lopen en ik zeg, allee coach, maar het was om 6 uur
s'morgens. Het was donker in de winter. Dat was zo rond november. Dus wat ik was naar de Decathlon, zo'n lamp zo van de mijn. Hup, direct op mijn kop hadden we licht en rondlachen. En we waren altijd over krimiclones bezig. Ik heb daar een nekel aan, een krimikloon. Ik zeg, als er niet ene komt, geloof me. Ik zeg, ik steek een mes in je zijn lijf. Ik zeg, ik kan dat niet, zelfs niet voor de grap. Hè. Ik was dat zo aan het vertellen. Hè. Ik zeg, hey, Halloween is just voorbij. Ik zeg, allee, dat is toch niet grappig, je zo aan het vertellen. En hij zo al het grap, wat lach je dit, hè. Wat gebeurt er? We gaan die Nelling naar beneden. Glijdt hij eruit, de coach. En je vliegt er los op zijn bakjes. Ik, oh coach, ga ze dat aan de kwijt of iets? Ik zeg, die vlog echt zo met zijn gezicht, bam, bam, bam. Ik, wow. Ik zeg, coach. Dus in alle paniek, bam, bam. Die draait zijn eigen om. Wij kijken naar elkaar en wij beginnen er ineens te lachen. Maar echt ontlachen, hè. Ik zeg, huh? Ik zeg, oké. Okay. Oh, ontlachen, wow. Ik zeg, allee, plat van lachen. Ik denk, we kennen een kwartier dat we niet konden. Het was, die had zijn eigen is hier gedaan, al een geluk. Maar gewoon op de manier wat je veel. Wop, en wij verder ontlopen en ontlachen en ontlachen. Allee, coach, come on. Ja, die krimiclowns, je kent al die zever. En op een gegeven moment zeg ik, coach, ik moet even maar op de brand, zo een klein restaurant waar je naar het toilet kunt gaan. Ik zeg, coach, loop jij al verder? Ik zeg, ik moet dringend grote boodschappen gaan doen. Ik zeg, dat loopt er bekend uit, man. Ik zeg, loop jij al verder? Ik zeg, ik call u wel in. Dus wat gebeurt er? Je gaat door, ik ga naar het toilet. Dat was zo à la minuut, snel, snel, bam, bam, bam. En ik zie die zo op de verte en ik begin daar vol een bak te lopen. En ik roep, coach. En op het moment dat hij zijn eigen omdraait, val ik ook los op mijn buik. Echt waar. Zie je hier mijn gezicht open. Allee, dat was zo precies dat expres gedaan was. Want je zei, ze hebben deze kan hij niet. Dus hij is... Dus we waren hier aan het lachen en dan ik. Zie man, wij gingen naar huis en we hadden precies door de dingen in de Eerste Wereld. Hoor. Met die bukken liepen we zo alle twee. Hop, naar huis. Hop, mijn gezicht open. Bij mij was er al een chance niet. Maar die hij viel echt lelijk. Die viel echt op zijn gezicht. En nu, af en toe als we eens elkaar zo een berichtje sturen en zo. Weet hij nog in het park, man? Maar dat was ongelooflijk. Dat was precies een scène dat geschreven werd. En toen een sms gehad, beterschap van Raoul Bravo. Ik zal hem eens een keer naar hier brengen. Trouwens, hij is nu, ik heb hem gezien, tegen nu een wedstrijd, toch Legends van Liverpool, wie was het? Liverpool Ajax en Real Madrid Porto. En dan zijn ze allemaal al de Legends, dan zie je dan dingen. Zat, en Raoul Bravo zat er ook bij. Allee. Echt waar, ja. Maar ik dacht dat hij in de gevangenis zat, want je weet, hij heeft toch dat vastgegaan met dat gokgedoe. Heb je dat niet geweten? Goh, nee. Ja, dat is in Spanje. Je deed goktoestanden met tweede en eerste klasse. Die net zelfs voorzitters. Wat ik denk dat we die naam nog af en toe zullen en horen terugkeren in de podcast. En nu kom je niet op tv. Ja, maar we moeten afronden, want Diederik moet patata gaan schillen, denk ik. Dat is waar, Diederik. Maar de rest zal voor volgende keer zijn. Ja, wat moet jij nog doen? Wat zijn de drukke plannen nog deze week voor de journalistiek? Dochter van school gaan halen, onder meer. Ja. En jullie stuk uitwerken, hè? Ja, natuurlijk. Alsjeblieft. Doorsturen wel, hè, want Pat zijn manager moet dat nog goedkeuren. Hè? Dave zijn manager. Ja. Komt dat in de krant, hetgeen dat jullie er net... Ja. Dat komt... Ja. Oké. Okay. Morgen, denk ik. Hè? Klopt, morgen. Ja. Pat zijn een glazen bol. Hè? Nog gauw voor af te sluiten. Wij hebben ooit, omdat hij van den Brand, wij moesten met Beerschot daar eens gaan lopen. Met Barry Hoeks. Met Barry Hoeks, ja, die mens, die, was, die kon niet lopen. En wij, die wandelde dan. En wij moesten dan een tour doen. En op een gegeven moment waren wij die kwijt. Maar wij dachten, ja, die is naar terrein, naar Wilrijkse Pleinen terug. Hè. Hey, die kwam daar 2 uur nadien aan. Die kon zijn weg niet meer vinden. Hè. Maar wij hebben ferm tegen ons kloot gehad. En we hebben serieus een paar dagen hard kunnen trainen. Hard kunnen trainen. Dus we hadden die achtergelaten. Inderdaad. Den Brand, heel lang geleden. Park Den Brand. Goed. Schitterend. Het gaat beginnen, jongens, terug dit weekend. Voetbal. In de play-offs. En in de Challenger Pro League. Voor ons vrijdag, heel belangrijk, om 8 uur. Ja. Ja, vanavond dus eigenlijk. Vanavond. Ja, klopt. Dus dat zal heel spannend zijn. Er komt ook heel veel volk. Plus we vieren ook het 10-jarig. Dat 10 jaar geleden is dat we kampioen waren in de eerste provinciaal.
Ik zag een artikel van de Darren Dahl. Darren Dahl in Ascension, ja. Dat waren ook jaren. Wauw, Darren Dahl. En Ascension was trouwens wereldkampioen straatvoetbal. Ja, ja, zot. In die tijd. Die Dahl scoorde ook, hè. Die Dahl was normaal. Ook dingen bij Ajax, denk ik, de jeugd gedaan toen in een tijd. En dan zo. Die had ook heel de wereld rond. Zwart. On that bombshell. Gasten, bedankt. En tot bedankt. Dank je wel. Tot snel. En we moeten nog de groet doen aan mijn trainer, want hij is nu nog altijd aan het luisteren. Welke dag, Dirk. Ah, Dirk. Coach, tot straks, hè. Zeg maar, hij het mag afzetten, want we gaan stoppen. Ja, oké, ik ga het afzetten.